Fintech, ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Het is een conceptueel kunstwerk, ja, wat mensen bij elkaar brengt. Dat is de basis. Ja, ja. En dat gaat via gevonden voorwerpen. Dus als je bijvoorbeeld in het Vondelpark staat heen, als mensen daar iets zien liggen, ja, dan pakken ze het op, ja, wat ik een ontzettend mooi hoffelijk gebaar vind. En dan gaan ze het in het Fintech hangen. Oh, ja. En als je daar nou in de buurt iets verloren bent, dan ga je naar het Fintech toe om te kijken of iemand zo aardig is geweest, oh, ja, het daar voor je op te hangen. Ja. Dus en in het Vondelpark werkt het heel erg goed. Het is al, het loopt al goed dus. Ja, in het Vondelpark. En je, zit al op Japanse website, hoor ik. Nee, ik ben. De Japanse televisie is een reportage erover komen maken. Zo, het is natuurlijk niet zo belangrijk als dit, wat we nu aan het doen zijn, maar om niet lachen. Nou ja, nee, ik bedoel, als ik goed geïnterviewd word, dan is het altijd is belangrijk. Dat. Als er de juiste vragen gesteld precies worden. Ja. Ja. En hoeveel van die Fintech heb je al staan? Er zijn er 4 in Amsterdam, dus het Vondelpark, wat ik al zei, Westerpark, ja, de Kinkerstraat en op Eiburg. Ja. En er zijn er 2 in Utrecht, 1 in het Maxima Park. Dat is een echt een heel prachtig, mooi ontworpen park. Ja. En er staan ook andere kunstwerken, dus dat vind ik heel erg leuk. Ja. En eentje in het Griftpark. Maar, ja, dat is, maar in Den Haag dus nog helemaal niet? Nee, 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 maar heel veel mensen die hebben er om gevraagd. En dat netwerk ja, wordt steeds groter. Ja. Dus nou ja, daar zijn we nu mee bezig eigenlijk om zoveel mogelijk steun, ja, mensen die het ook willen, ja, bij elkaar te brengen. En dan gaan we erom vragen. Ja, dus dat leuk is de bedoeling. Heel leuk, ja, leuk. De burgemeester die staat hier natuurlijk. Ja, ja, nou, dus ja, dan nog een, ja, een bepaalde schot onder iemands achterwerk kunnen geven. Maar je zei ook dat in New York. Je noemde New York. Wat nou, de New York Times. De New York Times heeft overgeschreven. Ja, ja, ja. En hoe komen die daar dan aan? Ja, nou ja, die hebben dat in het Vondelpark gezien. Oh. En die vonden dat zo bijzonder. En ja, ze vinden, buitenlanders vinden het ook heel Nederlands. Ja. Omdat het zo open is. Ja, ja, ja. En zo toegankelijk. Ja, dat, zeker. Dat, ja, vinden buitenlanders dan heel Nederlands. En nou ja, die hebben het gezien en die hebben mij opgespoord. Ja. Via de www.fintech.com, ja, komen ze dan bij mij. Ja, hartstikke mooi. En hebben me erover geïnterviewd. En ik moet zeggen, dat is ook eigenlijk het beste artikel. Daar wordt het mooist uitgelegd wat werkelijk de inhoud is. Hè? Het concept. Ja, ja. En wat mijn bedoeling is, dat mensen iets aardigs voor elkaar doen. Dat ze, ja, even bij elkaar stilstaan. Ja. Hè, want dat doe je als je iets opraapt. Ja. He, dan sta je even bij iemand, ja, stil die je eigenlijk helemaal niet, ja, kent. Dus, ja, je maakt een hoffelijk, een mooi, vriendelijk gebaar. Ja. Dus en je wakkert gelijk iemand interesse aan om dat ook te gaan doen. Ja. Toch? Nou ja, dat is ook wat ik het meeste terughoor. Van iemand die ooit zelf iets in het Fintech teruggevonden heeft. Ja. Die is... Nou, die heeft dat gewoon... Veel meer bereid, ja, nog om het ja, ook te gaan doen. En dat komt goed uit, want op mijn website heb ik het toevallig over vinden. Oh ja. Vroeger moest je alles wat je vond bij de politie brengen. En dat is dus niet meer zo. Nee, dat is dat nu niet een taak van de gemeente. Ja, dat gaan en we die moet dus dat allemaal eindeloos opslaan. Die moeten daar loketjes voor inrichten. Ja. En weet ik veel allemaal. Dat is een hele opstelt job. Heeft dat geloof ik verzonnen. Dat het voortaan, ja, zo, ja, gaat. Ja. En ja, dat is natuurlijk een wettelijk bewaarplicht. Ja, en, ja, ja, ja. Dat staat trouwens ook op mijn Facebook oh, ja, pagina allemaal. Hartstikke van die, mooi. En jouw naam is? Annemarieke Weber. Annemarieke Weber. Met, ja, 2 E's. Met 2 en niet met 3. En dan, jouw 2 dus. W-E-B-E-R. Ja, 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 oké. Okay. Ja, want Karel Weber bijvoorbeeld. Ja, de architect, geef die heeft er 3. Die heeft er 3, ja, okay, ja, ja, ja. Nou, hartstikke leuk. Ik hoop dat dit kunstwerk ook werkelijk nuttig gaat worden in de Haagse... Ja. Ja, dat hoop ik natuurlijk ook, omdat er zoveel mensen nu om vragen. Ja, 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 het is, ja, echt heel erg leuk ook hoeveel medewerking ik krijg, ja, ik, ja, uit Den Haag. Het is echt leuk. Hartverwarmend. Maar je bent helaas geen Haagse? Nee. Jammer. Maar dat geeft niet. Maar ook geen Amsterdamse. Dat oh, valt oh, dat mee. Is ook. Precies, dat valt weer mee. Ja, oké. Okay. Nou, heel leuk. Annemarieke, we gaan eraan werken. Nou, ik ben benieuwd. Ja.